Stellen notificaties voor een systeemgebeurtenis. Bij meldingen kunt u instellen wanneer en hoe u op de hoogte gebracht wilt worden van een gebeurtenis, bijvoorbeeld dat het systeem aan of uitgeschakeld wordt, of dat er een beweging gesignaleerd wordt, of dat iemand binnen of buiten de aangemerkte gebiedsbegrenzing treedt. Dit stelt u in door ga naar meldingen, voorgesteld alarm en dan klikt u op maken. U kunt hier de notificatie een naam geven. Vervolgens selecteert u wanneer u een notificatie wenst te ontvangen. Het systeem is niet op een bepaalde tijd ingeschakeld. Klik weer op Maken. Hier kunt u de standaard notificatie gaan bewerken. U kunt hier de notificatie een naam geven en vervolgens selecteert u wanneer u een notificatie wenst te ontvangen. U kunt hier ook selecteren wanneer de melding tot stand moet komen als bepaalde personen de gebiedsbegrenzing overschrijden. Let op, als er meerdere apparaten zijn geselecteerd, wordt de regel geactiveerd wanneer de laatste van deze apparaten de gebiedsbegrenzing in of uitgaat. Tot slot voegt u de ontvangers toe en klikt u op opslaan. Vervolgens laten wij u nog wat voorbeelden zien. Zoals notificaties, wanneer u bijvoorbeeld de voordeur niet goed afgesloten heeft. Systeemacties die u in de gaten moet houden. Vink alle opties aan bij urgent. Vink ook alle opties aan bij belangrijk. Vink in ieder geval de stroom is uitgevallen in mijn woning aan bij overige. Voeg één of meerdere ontvangers toe en sla tot slot de notificatie op. Een nieuwe melding aanmaken. Klik op Nieuwe melding aanmaken. Vervolgens selecteert u waarover of voor wie u een melding wilt aanmaken. Dit kan een standaard alarm zijn. Het systeem rapporteert een alarm. Er zijn heel veel verschillende meldingen die u kunt opstellen. U kunt een activeringsgebeurtenis instellen. Het systeem wordt geactiveerd of gedeactiveerd door een bepaalde gebruiker. U kunt een inschakelingsherinnering instellen. Het systeem is niet geactiveerd op het moment dat iedereen de woning heeft verlaten. U kunt een waarschuwing instellen voor niet arriveren. Het systeem is niet door een bepaalde gebruiker binnen een opgegeven tijdskader gedeactiveerd. U kunt een sensoractiviteitwaarschuwing instellen. Er wordt een deur, raam of een kast geopend of er wordt een beweging gedetecteerd. U kunt ook een melding instellen als er een sensor openstaat, bijvoorbeeld een deur, een raam of een kast. Er kan een systeemgebeurtenismelding worden gecreëerd zodat u geïnformeerd wordt over belangrijke beveiligings- en woningsbeheerproblemen. Dit kan door middel van een waarschuwing over bijvoorbeeld bijna lege batterijen of storingen. Tot slot kunt u instellen dat u meldingen ontvangt als de deurbel belt, mits u een Skydoorbel heeft. U kunt dan bijvoorbeeld een spreekluisterverbinding creëren wanneer de deurbel wordt ingedrukt of een deurbel beweging detecteert. Er zijn ook tal van andere mogelijkheden, zoals meldingen rondom uw familie. U zou bijvoorbeeld kunnen instellen dat u een waarschuwing ontvangt om u te informeren wanneer uw zoon of dochter het systeem thuis niet gedeactiveerd heeft terwijl zij wel thuis zou moeten zijn. Of u kunt geïnformeerd worden als het systeem wordt gedeactiveerd tijdens de uren dat uw kind alleen thuis is. U kunt ook een melding ontvangen wanneer uw kind het systeem laat in de nacht deactiveert. Zorg dat uw huis altijd beveiligd is met behulp van een herinnering om uw systeem op afstand vanaf het web of uw mobiele apparaat te activeren. U kunt ook een stilalarm gerapporteerd laten krijgen. Heeft u een bedrijf dat beveiligd is? Dan kunt u specifiek voor uw bedrijf meldingen instellen. Bijvoorbeeld wanneer er een alarm is opgetreden, als er een deur of raam niet goed gesloten is, u kunt inzien wie het bedrijf heeft geopend en wie aan het einde van de dag heeft afgesloten. Er kan een stilalarm worden gerapporteerd bij bijvoorbeeld een overval. Tot slot kunt u bijvoorbeeld instellen dat u een melding ontvangt als uw systeem na sluitingstijd niet geactiveerd is. Bij de optie Herinneringen kunt u voor elk aangesloten component of mobiel apparaat situaties vastleggen waarvan u op de hoogte gebracht wilt worden.